Deventer is een open stad met de blik naar buiten gericht. Er zijn vele projecten, verbanden en uitwisselingen met buitenlandse organisaties en personen. Van Deventenaren in het buitenland en van buitenlanders in Deventer. In Deventer Open een blik op de veelzijdigheid van de internationale activiteiten. Van kleine particuliere non-profit initiatieven tot grote economische samenwerkingsprojecten. Organisaties presenteren zich en activiteiten worden belicht. Veel al gemaakt door betrokkenen zelf, een persoonlijke kijk op mondiaal gebied. Ik ben van de stichting DIBA. Stichting DIBA, DIBA betekent zoon. En ik ben actief in Congo Democratische Republiek. Stichting DIBA bestaat sinds 2005 en zet zich in voor kinderen in Congo. In Kinshasa, de hoofdstad van Congo, richt DIBA zich op weeskinderen. Ze helpt kinderen die worden opgevoed door hun oma's. De hulp duurt tot het moment dat de kinderen klaar zijn met school en voor zichzelf kunnen zorgen. Wij zijn begonnen met het ondersteunen van AIDS weeskinderen. De kinderen waarvan de ouders aan AIDS gestorven zijn. En toevallig is nog één kind die HIV besmet is. Maar het gaat sinds de tijd dat wij de kinderen opgevangen hebben heel goed met dat kind. Het onderwijs in Congo is niet zoals het hoort. Stichting DIBA zet zich daarom ook in voor een basisschool in het dorpje Kabwe. Daar zijn we bezig met het herbouwen van een basisschool. Het onderwijs verbeteren voor kinderen. Dat zij toch goede schoolgebouwen hebben en dat zij ook goed onderwijs kunnen volgen. Onderwijs ook op maat. En daarnaast willen wij ook mensen voorzien van gewone, goede, zuivere, schoon drinkwater. Mensen moeten gewoon kilometers lopen om water te gaan halen. En het water halen zij op, ze moeten helemaal lopen, ze dalen bijvoorbeeld een kilometer om het water te halen. Wat ik heel erg vervelend vind, is dat is wat ik zelf meegemaakt heb. Als kind, ik was 11 jaar, ik ging ook op die manier het water gaan halen. Ik ben op een gegeven moment gevallen, op een helling. En ik heb een hernia op 11 jaar leeftijd opgelopen. En dat is vervelend voor mij tot nu toe. En dan, ik zie de kinderen tot nu toe dat doen. Dus nu heb ik zoiets van, nou, het kan ook anders. Dus ik wil het dan met mensen hier die mee willen helpen anders gaan oppakken. Dat mensen gewoon het water in het dorp kunnen krijgen. Naast het bieden van hulp op het gebied van opvang, water en scholing wil Stichting DIBA de kinderen veel plezier laten beleven met sporten. Voetbal is hier een voorbeeld van. De hulp die DIBA biedt wordt door de lokale bevolking erg gewaardeerd. Kijk op www.stichtingdiba.nl voor meer informatie over de stichting en de hulp die zij biedt. We willen de wereld niet gaan verbeteren, maar gewoon wat wij hebben, klein beetje, ook met de anderen kunnen delen. De band Oceanics trad zaterdagavond 19 november op bij Masogi in Keizerslanden. Oceanics bestaat uit vooral Molukse bandleden. De band is niet alleen bekend bij de Molukkers, ook Nederlandse bezoekers kwamen af op het optreden. De muzikanten maken gevarieerde muziek. We zijn een zevenkoppige band. Wij spelen Maleise en Melanesische nummers. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij nummers uit Nieuw-Zeeland spelen, uit de Pacific-eilanden. Maar ook bijvoorbeeld de Molukse eilanden, maar dan gaan we niet de standaard Molukse nummers, maar we gaan verder in de tijd de nummers wat onze opa's en oma's hebben geleerd. Oceanics maakt muziek met een betekenis en de bandleden leggen hun gevoel in de songs. De teksten gaan niet alleen over dagelijkse gebeurtenissen, ook over vroeger. Vaak gaat het over het gemis van met name de eerste generaties ouderen die hier zijn gekomen, zeg maar.
het gemis dat ze weg moesten uit het uit vader / moederland. En eigenlijk gaat het altijd wel daarover en de liefde uiteraard. Het zijn een beetje de Molukse smartlappen. Het zijn echt feestnummers. Echt de oude stijl Molukse liederen. Gemixt met, laten we zeggen, funky, soul, reggae-achtige sound. Het is niet de eerste keer dat de band optrad in Deventer. Oceanix kijkt terug op een geslaagde avond. Het is altijd gezellig, enthousiast publiek. Een leuke accommodatie en met name het publiek is altijd heel erg warm en we voelen ons hier wel altijd heel welkom. We spelen niet voor onszelf, maar we spelen meer voor de mensen. We willen graag dat de mensen met een goed gevoel hier weggaan.